Wat moet ik doen? Wat moet ik staan hier zo? Ik zal u graag even iets laten zien van de breedbeeldtelevisie D2 Mac. Geïntegreerd in een volledig bioscoopachtig geheel met geluid. Waardoor je een heel indrukwekkende idee krijgt van televisie in de huiskamer. De aspectverhouding 6:9, D2 Mac, 100 hertz. Dat zijn Zeichnungen voor de New Yorker nachtclub Bolido. Sehr spektakulär, den er gestaltet hat. Er entwirft Einkaufsläden für Fiorucci in Italien und ist bekannt durch seinen eleganten, schönen Stil. Und die Idee hier war, weg von der schwarzen Kiste. Ich will nicht mehr eine schwarze Kiste als Monolith im Zimmer stehen haben. Ich mache aus der Medienkultur wieder Wohnkultur. Das war die Idee. Leggen jullie dat nou uit aan de klanten? Ja, je begint natuurlijk met de 6:9 verhouding, hè? De breedte hoogte verhouding. En daarna ga je iets vertellen over het aantal lijnen, hè? Dubbele aantal lijnen, dubbele aantal pixels op een lijn. Maar begrijpen de mensen wel dat ze dat nodig hebben? Ze begrijpen het wel, maar je kunt het heel moeilijk laten zien, hè, op de stand. Want de scherpte van tv is toch niet te slecht? Als je nou eens hebt, en ander idee, als je het nou eens niet hebt over een scherper beeld, maar over een groter beeld. En we zeggen dat 2 keer zo hoog is en 3 keer zo breed. Dan betekent dat de mensen ook zien dat ze meer beeld krijgen voor hun geld. En niet dat het scherper is. Want ik denk dat mensen daar weinig behoefte aan hebben. Ja. Nou, ik ben het is heel erg moeilijk als technicus om je in te leven in de wereld van anderen. En toch moeten we dat leren. Wij moeten dat doen, wij moeten weten hoe wij ingewikkelde technische dingen, die voor ons heel eenvoudig zijn, die voor ons aan de orde van de dag zijn, om die zodanig te brengen dat iemand die daar buiten staat begrijpt van, oh ja, ja, nu begrijp ik wat er aan de hand is. En speciaal bij dingen als HDTV, wat technisch een geweldig hoogstandje is, om dan ook nog dat duidelijk te maken, dat is een geweldig probleem. Maar Joop zal het leren en Joop zal het doen. Dus dit is deze HDMAC uitzendingen gescrambled vanuit Parijs, live. Het duurt even een paar seconden voordat u kunt zien. En dan zit u. Is hier het station. Ja, dan hebt u in één keer uw station. En de rekening krijgt u later thuis. Dit is live uit Parijs, HDMAC. Maar op een D2 Mac toestel. Dus een compatibele plaatje. Dus dit is wat. En dat is wat Japanners dus absoluut niet voor elkaar krijgen. Want er zie je helemaal niets meer. Ja, maar dat is ook wel. Je moet gewoon voor blijven, hè? Ja. Want ze komen wel, hè? Maar goed, dit is voor ons de primeur, waardoor wij 5 jaar eerder als Japan een breedbeeldtelevisie in de huiskamer kunnen brengen. Want dit toestel kost 5000 gulden. Dat is een mooi apparaat. Ja. Schitterend. En dan zit hier verder. Op, zit hier HDTV. Dus de HDMAC uitzendingen. Nou, ik denk dat het persoonlijk leuk is om de heer Timmer dan toch een hand te geven. En dat is voor ons natuurlijk ook weer een stimulans om verder te gaan. Want of hij het goed vindt of dat hij toch zegt van ja, maar dat vind ik toch niet helemaal goed. Maar tot nu toe, wat ik gemerkt heb, is hij dol enthousiast. Ja. Dus dat is de stimulans ook voor de gewone man, zeg maar, die hard werkt om weer verder te gaan. En te zorgen dat we goede apparaten leveren die de klanten ook weer echt willen. Mooi. Want men zit hier. Kan ik maar schouwen, dit is een normale 4-3 zendung. Maar man kan het expanderen naar 16:9. Ja. En hier had man dan. Dit is een normale. Met de movie expand, op die fernbediening. Kan man het zo dat breite formaat. Moet dat zo zijn, die grote fernseher? Die großen Bildschirme. Ja, dit is een grote voor demonstration, maar het gibt natuurlijk ook kleine. Gibt es die ook een kleine? Ja, natuurlijk. Dit is de Changing of the Guards in London. Aha. And the picture is built up with 1250 lines and 50 hertz picture. Okay. This is a live one, is it? Yeah, this is live from Berlin, from the IFA. Yes. So they are making now live recordings.
and they are sending this to the satellite, and from satellite they receive it back here in this in the Philips stand. So is all this all high definition done on satellite? Yeah, yeah, that's true. So this is HD-Mac. But the first step to HD-Mac is D2-Mac. D2-Mac, oké. Okay. D2-Mac, and we are going now to... Nou, eigenlijk is dat al van heel lang geleden, hè. We hadden Gerard Philips, de technicus, en Anton Philips, de verkoper. En samen hebben die in het begin het bedrijf gemaakt tot wat het daarna geworden is. Waarbij Gerard zorgde dat hij de technische dingen goed in orde kreeg. En Anton vervolgens de boer opging en zorgde dat de spul ook verkocht werd. Nou, eigenlijk is dat nog steeds zo. Wij zitten met een hele hoop technici op de laboratoria. En vlakbij ons, gelukkig, zitten de commerciemensen. Mensen die de spullen moeten verkopen. En de contacten die in het verleden nogal eens moeilijk waren tussen de commercianten en de technici, zijn toch de laatste tijd, heb ik gemerkt, sterk verbeterd. Wij praten steeds meer met elkaar. Wij leren elkaars taal ook spreken. Dat is natuurlijk heel belangrijk daarbij. Met de huidige technologie en misschien wat je binnen 2 jaar zou kunnen bereiken, ga je kijken wat je kunt maken. Zo perfect mogelijk. Anderzijds begin je al vrij vroeg met inderdaad klanten mee aanraken te laten komen. En te laten vertellen van... Nou, dit vind ik niet zo mooi. Ik wil helemaal geen groot scherm in mijn kamer. En dat soort ideeën neem je dan mee. En dan ga je langzaam van onderzoek naar productontwikkeling. Plus dat je technologie onder de knie moet krijgen. Dat volgt mooi. Oh, nu niet meer. Nou is er wat ruis. Ja, nu is er ruis. Ik denk dat het aan de uplink ligt, hoor. Dat die... kan ik dat... Ja? Als je dat eraf haalt? Die detectie weer eraf haalt. Er zijn veel projecten op het NatLab die er niet komen, puur omdat men van commerciële overwegingen uit zegt van nou, dit heeft geen levensvatbaarheid. Het was een leuk idee en we kunnen er misschien in de toekomst nog wel iets mee doen, maar vooralsnog gaat het een vrieskans in. En voor een jonge onderzoeker is dat natuurlijk een flinke domper. Oké. Nou, eens kijken. Ja? Ook wat te zien is. Ja, kijk, dit staat volledig in de 40. Ja, ik vind uitvinden vind ik een groot woord, onderzoeker worden. We willen bezighouden met fundamentele nieuwe ideeën. Dat was enerzijds was het mooie van wiskunde, van elektro. Aan de andere kant toch het creatieve van iets nieuws verzinnen. Om dat te realiseren moet er verschrikkelijk veel werk gedaan worden. Er moet er verschrikkelijk veel onderzoek echt gepleegd, gewoon hard onderzoek, werken. En zorgen dat je bepaalde ideeën die je hebt, dat je dat op tafel krijgt, dat je dat werkend krijgt. En uiteindelijk noemt men het dan een uitvinding. Ik heb dat zelf meegemaakt jaren geleden met de videodisc. Men noemt dat een uitvinding. In feite is dat een hoop werk geweest. Iemand heeft een idee gehad en gezegd van als wij nou eens televisie op een plaat zouden kunnen zetten, hoe zou dat dan zijn? Nou, daarna gaat iemand denken van hoe doen we dat dan? En dan is er verschrikkelijk veel werk. En uiteindelijk komt er dan een uitvinding uit. En dat zou dat dan geweest zijn. Wat ik op dit moment absoluut niet meer zie, dat is dat iemand een idee heeft en 14 dagen later ligt dat kant-en-klaar op tafel. Nee, er werken zoveel mensen in de techniek dat al dat soort uitvindingen zijn allemaal al lang gedaan en zijn vaak een voortbreien op een bestaand thema. Ja, dan zie je een onrust ontstaan door die foute detectie. Ja, en die monitor zelf is het niet. Hè, want het is niet duidelijk. Even kijken. Wacht eens even. Een beetje convergentieprobleem, hoor. Ik moet niet tegen de ding aanstoten, heb ik de indruk. Zie je dat? Ja. Dat is echt. Ja. Oké. Mag ik daar nou eens een beetje doorheen kijken? Ja. Daar nou doorheen kijken. Er zijn producten die helemaal op zichzelf staan. Nou, en die kun je op tafel zetten. En aan de consument zeggen van kijk, dit kunt u kopen en dat is gewoon wat. Er zijn een hele hoop producten momenteel die niet op zichzelf staan. Als je denkt aan dingen als compactdisc, waarvoor plaatjes moeten zijn. Een compactdiscspeler zonder plaatjes is niks. En dan moet dus een firma zijn die plaatjes maakt en zorgt dat die daar voor de compactdisc komen. Een nieuw televisiesysteem, zoals Joop dat heeft, is precies zoiets. Dat is ook een systeem waarbij er uitzendingen moeten zijn. Als er geen uitzendingen zijn in het nieuwe systeem, kom je er niet. Van de andere kant, als er wel uitzendingen zijn in het nieuwe systeem en er zijn geen ontvangers, komen die uitzendingen er ook niet. Want wie gaat er nou uitzendingen maken in een systeem dat niemand kan ontvangen? Dus daar is een stuk samenwerking nodig van twee heel verschillende groepen. En alleen dan kun je daar komen. Dus
see the pictures from the live transmissions from Café Meuring. Binnen Philips hebben we alle technieken in huis, maar je moet op het juiste moment de juiste techniek aan de consument brengen wanneer die dat nodig heeft. Want we kunnen in het lab, ons research lab, kunnen we ontzettend veel. Maar je gaat natuurlijk ook kijken van, oh, zij komen al met dit aan. Of, oh, dat hebben ze nog lang niet, maar de consument vraagt erom, want ze zijn wild enthousiast voor iets. Dus dat soort dingen speel je dan mee. En dat pionieren is natuurlijk een groot woord, maar natuurlijk wel kijken waar onze collega's, of concurrenten, zo mag je het ook noemen, waar die mee bezig zijn. En dan kijken in hoeverre zij voor liggen of achter liggen. Nou, en dan ga je gewoon apparaatjes ga je bekijken, hè, van hoe is de vormgeving, wat is de beeldkwaliteit, wat zijn precies de features en de nieuwe dingen die ze erin gebracht hebben. En dat vergelijk je een beetje met wat je zelf doet. Ja, het beeld ziet er fantastisch uit. Maar wel donker, hè? Ja, ja. Heel donker. Ja. En het is net niet zo scherp. Maar hij is heel mooi plat. Nou, weet je wat het geval is? Je zit dat is een fout geweest in het verleden. Dat mensen die goede ideeën hadden, te veel op een kamertje bleven zitten en dat verder uitdachten. Je hebt al in een heel vroeg stadium van het onderzoek heb je de visie van de commercie nodig om je onderzoek richting te bepalen. Nou, dat is in het HDTV-project zeker gebeurd. Er zijn al jaren productmanagers van de commerciële afdeling lopen al mee met het onderzoeksproject om dat te sturen. Het trekt wel de aandacht, hè? En omgekeerd ook, het onderzoek zelf geeft bepaalde richtingen aan waarop de commercie zou kunnen inspelen. Nou, dat is vrij goed gegaan. Bijvoorbeeld het onderzoeksteam van Philips op HDTV-gebied bezoekt ook regelmatig de beurzen en probeert via demonstraties erachter te komen wat de klant, de toekomstige klant van deze HDTV-toestellen, wat die er nu van vindt. En dat proberen wij terug te koppelen in het ontwerp. En wat we nog moeten verbeteren en wat duidelijk goed is en waar de nadruk op moet liggen. Die fase zijn we nu aan het afronden. En heel binnenkort laten we dus ons eindresultaat zien. De overgang is iets meer rafeliger, klopt. Ja, en vooral kijk nou eens goed. En vooral bij... Ja, oké. Okay. Zie je nog? Maar ik denk dat als ik het nog iets verder kan verfijnen, dat subsample patroon, dat deze oplossing toch beter is. Hè? Om nieuwe dingen ingevoerd te krijgen is natuurlijk... voor een deel is dat politiek. Voor een ander deel is dat gewoon zorgen dat je de goede dingen hebt en dat je de juiste... argumenten naar voren weet te brengen en de mensen met de juiste argumenten kunt overtuigen. En hoe leer je dat? Nou, er zijn studierichtingen op de universiteiten waar men dat leert. Waar men leert om behalve techniek te bedrijven, ook de andere dingen die nodig zijn om een product niet alleen technisch in orde te maken, maar ook daar de vorm en de marketing om te zorgen dat je daar ook naar gekeken hebt alvorens je met een nieuw product begint. Dat soort studierichtingen zijn er gelukkig. En heel langzamerhand begint dat wat van de grond te komen en beginnen dat soort mensen ook in de bedrijven door te dringen. Dan opzoeken. Het is een soort woordenboek of een encyclopedie, zal ik zeggen. Dat heet dan Electronic Notebook. Maar je ziet dus... We hebben hier een soort winkeltje, een soort tentoonstelling van allerlei nieuwe producten. En dat is bedoeld gewoon om inspiratie op te doen. Iedereen kan daar gaan kijken en zien wat er voor nieuwe dingen op dit moment komen. En dat kan heel inspirerend werken. Je ziet dan ineens zie je dingen komen waarvan je dacht van ja, dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar op het moment dat je het echt in een product ziet, dat je echt ziet dat het wat geworden is. En je hebt dat in je handen, dan krijg je ineens visioenen van ja, hey, maar als dat kan, dan kan dit ook. En zou dat dan niet leuk zijn? Nou, meestal gaan mensen daar dan achterheen jagen en kijken of ze daar wat van kunnen maken. Dus het is een soort inspirerende werking. Dit is ook helaas nog in Japan alleen. Maar dat is misschien best een leuke uitdaging voor jullie om daar in de voorontwikkeling in noviteiten daar eens aan te werken. En best nieuwe producten daardoor te genereren. Je ziet steeds meer creditcard-achtige touchscreen display in de portable laptops, et cetera. En dat is alleen maar interessant natuurlijk om ook daar een nieuwe ontwikkeling in te zien.
iets geheel nieuws. Zie ik vaak voor het eerst uit Europa en de Verenigde Staten komen. Daarna wordt het ogenblikkelijk door Japanners wordt het overgepakt en verbeterd. Dat is heel vervelend en is ook heel lastig om dat bij te houden. En om die hele steile curve waarop die dingen verbeterd worden, om dat bij te houden. Maar echte nieuwe dingen zie ik toch vaak nog uit Europa en uit de Verenigde Staten komen. Dus echt een nieuw idee, hè? Een nieuw concept, iets heel anders doen. Maar verbeteren en perfectioneren, daar zijn zij zo fantastisch in, dat heel moeilijk om het na te doen. Hallo Klaas. Kan ik daar nou een 3T-pulser zien? Ja, hier staat, ik zal even uitrekken, met delay timebase. Oh, ja. Hier zie je die 3T-pulsen. Ja. Oh, ja. En hier is dat gewoon een datastuk. Okay. Oké, okay, waarom krijg ik nou een slechtere error rate, ondanks dat die 3T-pulsen toch zo goed zijn? Nou, dat zie jij hier eigenlijk ook op dit apparaat, hè. Je ziet een fantastisch lage jitter, maar toch gebeuren hier onderin nogal een aantal fouten. Die spijkers die er staan. Dit is grandioos, Schenk. Neem je dit nu op? Dit neem ik nu op, ja. Ja, want dit mogen we niet missen. Het is te mooi om aan te zijn. We moeten even de contrast regelen eigenlijk. Kleurcontrast? Ja. Kijk, het omhoog, hè? Ja, een beetje. Niets meer, hè? Ja, ja. Nog een beetje. Brightness een beetje. Kijk, je ziet in de achtergrond nog wat dingen, hè, zie je? Ja. Wat artefacten door de foute beslissingen. Ja, in die Olympische ring, hè, zie je gewoon. Ja. Kijk. Nou, dan moeten we toch onthouden welke koorde het is. Ja. Dan een keer naar kijken. Ja, kijk eens. 35. Het allerbelangrijkste is dat je als Europa de tv-standaard zet. En Philips was daarbij heel snel. En we zijn ook meteen begonnen met de implementatie in chips. We hebben een eigen chipset. Omdat televisies, dat is toch een zeer grote markt. We praten over honderden miljoenen van tv's over de hele wereld. Dus het is heel belangrijk dat je je eigen chips hebt. Omdat dat grote aantallen zijn. En daar maak je dus je winst mee als bedrijf. Fantastisch. En dat voor de eerste testuitstelling is het natuurlijk grandioos. Dat moet waar. Moet ook hier een beetje bij. Wil je nog even? Japan, dat is het Muse-systeem. Dat is al een tijd uitontwikkeld. Het Europese systeem heet HD-Mac. Met name door Philips getrokken. En het derde systeem komt uit een evaluatie in Amerika. Dat systeem is nog niet gekozen, is ook nu nog niet uitontwikkeld. Maar als wij terugzien op de ontwikkeling van HD-Mac, ben je daar toch een 6 tot 8 jaar mee bezig. Puur om alleen het algoritme te bedenken en te onderzoeken wat wij op het NotLab gedaan hebben. Nou, dat begint voor Amerika, begint die fase eigenlijk nu pas. Dus reken maar uit, dan zit je in het jaar 2000 en ben je net zo ver als HD-Mac nu is. En dan, het tweede argument waarom Philips niet direct het digitale pad kiest, is het feit dat deze digitale systemen complexer zullen zijn en daardoor ook veel duurder zullen zijn. Ook voor de consument thuis. Er zijn eigenlijk twee argumenten die waardoor Philips zegt en waardoor Europa zegt en waardoor Japan zegt van we gaan nog niet de digitale weg op. Dat het uiteindelijk digitaal gaat worden, dat staat als een paal boven water. Maar de tijd en de technologie is er nog niet rijp voor. Om die stap nu te maken. Philips verwacht dat die stap over 15, 20 jaar, dat we die richting uitgaan. Beelden hebben we daar dus ook weer. We hebben heel duidelijk naar de commercie gekeken voordat we als techneuten, als onderzoekers, meteen het mooiste van het mooiste, dus het digitale, willen. Terwijl vroeger Gerard al lang bezig was met het digitale HDTV-systeem. Terwijl Anton nog niet zag zitten. En hier die mensen, de vrouw ook hier zo, die zie je op een andere tv-toestel ook niet. Ja. Nou, en dan kun je dus ook nog het beeld stil laten staan. Hè? Met de, vanaf de afstandsbediening kun je veel stil laten staan. Ik laat hem gewoon even doorlopen. En daar zitten prachtige luidsprekers bij. Hè? CD-kwaliteit geluid komt er uit deze toestellen. Philips will focus only in Europe and they don't care about the total world because I think we have to go more for global standard. Yes, there is a difficult point in that Europe is 50 hertz and Japan and US the States are 60 hertz. So globally it's very difficult, but I think the Philips proposal has a very good advantage that it's compatible with the existing systems. So this is what I mean by global, yeah. Because the Japanese systems is only specific, you have to buy a new set, mm-hmm.
And then I'd like to know a little bit more than to focus only in Europe. Mm-hmm. So I think you have to go more for global products. I think the Philips proposal can be extended to a global system. Yeah, but how do you make the Far East compatible? We could also go with the Philips proposal to the Far East. Well, then you're saying that the amount of money that's already been spent in the Far East following the Muse system is really wasted. Yeah, that's. Well, how do you propose to counteract with the Japanese then? How can they stop? I think our system is far better and is more more polite to the customer, because the customer in Far East has to buy a new TV set, whereas in Europe they can buy a TV set whenever they like. They can switch to HDTV whenever they like. And in Far East, the companies determine the moment that customers have to buy a new TV set. Yeah, but I think it goes further than that. Like, it's all very fine and well to be discussing the Japan proposal versus the European one, but let's face some basic facts. Both of them are analog systems. Yeah. And it's clearly a trend that everything has gone digital. Yeah. Video recording, transmission, mm-hmm. everything. Yeah. That's why it's taken us perhaps longer in the States to come to a particular agreement or standard. Mm-hmm. But when we do come, it's clear it will be digital. Mm-hmm. And how can you sit there and propose something that will remain in the analog domain for the coming years? I think digital is farther away than 2 years. And I think it's much more expensive. At least for this decade, it will be too expensive to... And the customers are waiting for HDTV, so let's do it. Is it possible to adapt the European system to digitalization? No, that's not possible. And you're facing the same problem as the Japanese. Mm-hmm. Yeah, but I think people are waiting now for HDTV, so let's do it now. And maybe within 20 years we go digital. Okay, 18 years after the States, maybe. If you want so. Yeah, what sort of basis can you say that people are now waiting for HDTV? Well, we are demonstrating at the moment the first prototypes, and they are very enthusiastic about it. But that doesn't necessarily mean they will sell straight away. It'll take some time before the product becomes a must product in the market. Yes, but you have to start a learning curve. Yeah, but surely it's then best to start at digitalization, because eventually if the markets are moving that way, mm-hmm. you have to go that way yourself. Isn't this interim period maybe perhaps wasting money? Well, I think 20 years is a time period where television evolution will take place anyway. But you talk about that the Japanese, you have to replace completely the set. It's not compatible, huh, mm-hmm. the sets. Yes, that's true. But what the consumer expects with the HDTV, fantastic improvement in picture. So they can pay for a new set, so I think it's not the issue that you can go for a Japanese standard. Why you cannot go for the same standard all over the world? I think that's a political issue. So not consumer point, but political point. Well, it is also a consumer point, because in Japan they have now systems which are adapted to the Japanese system. And if you change that, you have to change everything what they have now. Like video recorders, camcorders, and so on. Take it to ride. So were you happy with the discussion? Yeah, I think I am. But do you think that you will have products in 2 years' time in the States in digital form? Yeah, okay, that's not what I'm saying. I'm saying I think we certainly can have prototypes within that sort of time frame. Mm-hmm. Maybe we're talking 4 to 5 years for real products. Mm-hmm. But surely that step is worth taking now. It's yeah. such a step forward, which you guys would have to reinvent right from the beginning again. Yeah. And yeah. That's my yeah. 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 Sure. Yeah. That's so what you know. Yeah, yeah. Because will they be as small as in Japan, for example? I expect so, certainly. Yeah? The more digitalization, the okay. more integration. Please. We've reserved this table, down. I think. Yeah. Als je op de universiteit zit, dan is het natuurkundig laboratorium, NatLab, een plaats bij uitstek. Okay. Waar je al je ideeën zou kunnen verwezenlijken. Ja. Ze noemen het de denktank van Philips. So. En daar zijn wij als groep aan HDTV begonnen. In 86, 87. Het is een keiharde wereld daar. Ieder idee wordt door andere briljante mensen bekeken. En als het niet zou aanslaan bij het publiek, dan wordt het zonder meer afgekapt. Ja, dat is right. We werden sie mit einer Silberplakette versehen als
nummerierte, limitierte Auflage vom Designer signiert und werden sie einem exklusiven Preis zur Verfügung stellen. Jan, du bekommst das erste Stück von mir als Geschenk. Ah, dankeschön. Verkopen is leuk omdat je je eindresultaat vol trots kunt presenteren aan andere mensen. Het leuke van onderzoeken is dat je met iets bezig bent wat bijna niet in de wereld voorkomt. Het is zo nieuw dat ze zeggen van, nou, dat had ik nou nooit kunnen dromen, dat dat ooit realiseerbaar zal zijn. Dat is het leuke van onderzoek. We hebben 10 stuks van verkauft. Voorstand van Karstad en wichtige Leute. Wunderschön. Jan, wir sollten uns vielleicht links und rechts nicht die Marke verdecken. De mensen thuis moeten het mooi vinden. De mensen thuis moeten daar hun geld voor over hebben. En als je één keer over een bult heen bent, dan loopt daarna de hele boel vanzelf. Dan is het niet meer te remmen. We hebben dat gezien met CompactDisc 10 jaar geleden. In het begin was dat een bult waar je tegenop moest. En op een gegeven moment ineens was het zo dat men zei van, ik wil dat. En dan loopt dat ineens heel hard. En ik ben ervan overtuigd dat we met HDTV ook over die bult heen komen. Maar waar die bult precies ligt in de tijd, we moeten dat nog even zien gebeuren.